De 18e keer heeft de commissie het voor elkaar gekregen om 9 groepen te laten strijden om 2 mooie bekers. De Kees van S wisselbokaal en de beker voor de Gerselse Liedjesprijs 2013. Vorig jaar hebben we de puntentelling in een ander jasje gestoken. Dit jaar gaat de hele avond er anders uitzien. Het enige wat ik ga zeggen is dat je mij niet zoveel hier ziet, maar meer daar. En wat dat dan is, ja, dan moet straks goed de scherm in ieder geval in de gaten houden. Ik ben hier gisteravond geweest bij het soundchecken. Ik heb de meeste deelnemers gezien. Volgens mij ligt het niveau dit jaar verschrikkelijk hoog, dus dat belooft veel voor de avond. De mensen die binnenkwamen vanavond heb ik allemaal enthousiast zien binnenkomen, dus volgens mij kan het alleen maar een geweldig geslagen avond worden. Sweer is wel anders. Een interview met een paddenstoel. Een paddenstoel, hij komt me wel bekend voor. Uit welk jaar is hij, meneer de paddenstoel? Deze is het 2006. 2006 en hebben er nog meer bij van vorige jaren? Nou, we hebben met een Brouwer Junior, laten we even zien, we hebben de afgelopen 17 jaar wel niet gedaan hebben. 17 jaar? Maar dan hebben we wel veel moeten verstellen natuurlijk. Ja, het is allemaal wel een beetje breder en wat langer en wat dunner en wat dikker geworden. Ik hoop dat ze zien hoeveel werk ik erin heb zitten. Dat ik echt een overtuigende paddenstoel neer probeer te zetten. En ik zou het echt heel jammer vinden als dat dan niet uitkomt, zeg maar. Dat je op het normaal suprem, dat je dan in één keer denkt, godverdomme, dat lukt niet. En dan wil ik gewoon, dat vind ik echt heel jammer van. Dus ik kan niet meer doen als mijn best. Ik heb heel erg te doen, de mensen, met deze paddenstoel. Maar over wie gaat het nou? Wie is er nu aan de beurt, jongens? Vertel het eens. De Brouwer Junior met ons ding! Gauw even naar de pin. De DJ is al binnen, de sfeer zit er goed in. Prins Joep komt even buurten, het loopt al lekker vol. De rat in Polonaise, nee, niks is hier te dol. Allemaal in goeie huur. In Gersel draaien de. Ja, deze is echt ons ding. Naar de optocht zomer stappen, ja, we vatten er nog 10. Ja, deze is echt ons ding. Met mijn familie naar mijn stamkroeg hebben gij ons weer gezien. En waar ik kom, hoor ik steeds van die blaasmuziek. 4 dagen anders weer, ja, dat is echt uniek. Ja, deze is echt ons ding. Vat mekaar lekker vast en spring. Ossen is de dweller, tante Nel gaf flink de keer. Om Sjaaks nou weer te zingen, de nummers van weleer. Goed kakkel aan de bar en helemaal geen gezeik. Daar is nou carnaval in ons pierenwaaiersrijk. Allemaal in goeie humeur. In Gersel draaien de. Ja, deze is echt ons ding. Naar de optocht samen stappen, ja, we vatten er nog 10. Ja, deze is echt ons ding. Met mijn familie naar mijn stamkroeg hebben gij ons weer gezien. En waar ik kom, hoor ik steeds van die blaasmuziek. 4 dagen anders weer, ja, dat is echt uniek. Ja, deze is echt ons ding. Vat mekaar lekker vast en spring. Ja, deze is echt ons ding. Naar een optocht samen stappen, ja, we vatten er nog 10. Ja, deze is echt ons ding. Met mijn familie naar mijn stamkroeg hebben gij ons weer gezien. Waar ik kom, hoor ik steeds van die blaasmuziek. 4 dagen anders weer, ja, dat is echt uniek. Ja, deze is echt ons ding. Wat mekaar lekker vast. Ja, deze, ja, deze, ja, deze is echt ons ding. Hoppa!
Ik heb de afgelopen 2 jaar als prins rond mogen lopen. En ik kan niet zo goed afscheid nemen. Dus ik ben nou half prins, half kikker. En vorig jaar is dat goed gegaan. Hebben we de dubbel gewonnen. Ik denk, ja, dat gaan we gewoon nog een keer proberen. Heb je dan ook daarom prins de schoenen aan? Of? Ik krijg geen andere bij. Dat is maar een detailje, hè? Mensen er even op letten. Ja. Tom, vertel eens, waar ben jij? Want dat is geen kikker, het is geen prins. Roep eens. Eigenlijk niks. Ik ben gewoon eigenlijk een heel mysterieus persoon. Ik weet eigenlijk zelf ook niet wat ik helemaal precies ben, maar heel mysterieus ben ik. Heel erg mysterieus. Dus we moeten daar goed op jou letten? Ja, heel erg goed op mij letten. Ja, ik sta weer gewoon op het podium, hè. Dus, Jullie doen het mee voor het 11e jaar, hè, heb ik gehoord, ja. Wat is nou het geheim van de Kamerai? Nou, dat komt dus vanavond. Vanavond wordt het geheim van de Kamerai onthuld. Hoe komen wij nou al die jaren aan onze liedjes? Dat zullen we vanavond op het podium gaan zien. Maandag, we zijn al verwegen. Nog even en dan is het voorbij. Mijn pilsje valt nog wel tegen, maar ik ben weer van de partij. Van de baan, daar zitten mijn matten. We proosten, we gaan er weer ver. De straten, het is carnaval, Gijssel draait deur. Dan ga ik visten mee, mijn kameraadje. Ieder jaar weer mee, de carnaval. Stand de kroegen weer in lichte laaien. Ja, je ziet ons overal. Dus ga maar lekker mee, dan gaan we samen. Proosten op mekaar, kan nooit genoeg. Ja, kan ook genoeg. We gaan het mee.
flyers zijn er vanavond? Ja, ze zijn volgens mij zijn we bijna compleet. Ik denk dat we er 16 of 17 hebben. 16 of 17? En het is een raad van 11. Hoe zit dat dan? Klopt, ja, wij hebben een paar reserve. En dat is voor vanavond niet zo heel erg. Maar voor carnaval hebben ze hard nodig. Want dan vallen er af en toe mensen af. En dan ook wel eens 9? Nee. Nee, als wij er te weinig hebben, dan kan het niet. Maar als we te veel hebben, is het geen probleem. En als je te weinig hebt dan? Ja, wat gebeurt er dan? Ja, dan trekken we ze ergens vandaan. Halen we reserve. Halen we Het moeten er 11 zijn met carnaval. Zijn er minimaal 11. Ja. Is er iemand ook al, het is nou 18e keer Pierre, ook iemand al aanwezig de 18e keer? Denk jij mee? Bij de raad? De enige die er zou kunnen zijn is Ronald Kleijsen, denk ik. Want die zit er al zo lang bij. De enige die er 18 jaar al bij zit? Ja, of die daar is, dat weet ik niet. Maar dat is de enige die er al zo lang bij zou kunnen zitten. Die zat er al bij toen ik bij de raad kwam namelijk, destijds. En dat is al 13 geleden volgens mij. Nou, dan heb je nou het uitverkorene om uw eigen liedje aan te kondigen. Weet het of moet ik het laten zien? Vertel het maar, waar is het? Waar gaat het worden? Want het is carnaval. Want het is carnaval. Carnavalsvereniging De Pierenwaaiers. Dit jaar draait heel ons deurtje deur. De Pierenwaaiers gaan ervoor. Mee zijn alle volop aan de zwier. In elke tent, daar hebben we plezier. En stemmen bij de vrouwen thuis. Dan gaan we lekker niet naar huis. Want als we weer in de residentie zijn, dan lusten we weer bier en wijn. 44 pijlen schoot prins Erik naar de maan. Eén voor elk jaar van hun bestaan. Het centrum van Moergestel is voor de draaiers wat saai. Over de reuzel vinden ze hun draai. Want het is carnaval. En je hoort overal. Dit jaar draait heel ons drukke deur. De Pierenwaaiers gaan ervoor. Mee zijn alle volop aan de zwier. In elke tent, daar hebben we plezier. En zijn we bij de vrouwen thuis. Dan gaan we lekker niet naar huis. Want als we weer in de residentie zijn, dan lussen we weer bier en wijn. Prins zijn bij de dorstlegels, daar is de hele taart. Tino is als had je nu de schaak. In het centrum is het alle dagen dolle pret. Een frietent om de hoek, daar is toch vet. Want het is carnaval. En je hoort overal. Wees ja, draait heel ons drukke deur. De Pierenwaaiers gaan ervoor. Mee zijn alle volop aan de zwier. In elke tent, daar hebben we plezier. En zijn we bij de brouwer thuis. Dan gaan we lekker niet naar huis. Want als we weer in de residentie zijn, dan lussen we weer bier en wijn. Wees ja, draait heel ons drukke deur. De Pierenwaaiers gaan ervoor. Wees zijn alle volop aan de zwier. In elke tent, daar hebben we plezier. En zijn we bij de brouwer thuis. Dan gaan we lekker niet naar huis. Want als we weer in de residentie zijn, dan lussen we weer bier en wijn. Hey. Even tellen, steeds minder zenuwen, mannen. Want jullie waren toch nog wel zenuwachtig een paar jaar geleden. Ja, het valt eigenlijk wel tegen. Ja. Enfin, mee. Het begint te wennen. Dat tegen daar ik beneden sta. Ja, maar dan als we staan is het ook meteen weer over. En dan heb ik jullie allemaal een heel mooi pakscan. En dan ga ik kijken hier links en daar staat gewoon een naakte man. Ja mensen, let op dadelijk hoor. Een naakte man. En wat is de reden dat jij naakt bent? Nou, ik ga dadelijk alle vrouwen versieren. Allemaal? Zit er veel daar? Ja, maar dat kan ik wel aan. Ik denk dat deze helemaal misgaat. Jongens, kondig de wijken maar aan. Wie zijn jullie?
De gangmakers! Met Jessel Heijden! Alles draait nou deur, het is haast niet te geloven. Gisteren nog niks, nou stak er anders voor. Ook hebben ze het plein ineens verschoven. Ooit was alles anders, ik wist niet wat ik zag. En ik draai er niet omheen. Je gelooft me zeker niet, maar ik ben nu van slag. Mijn schoenen draaien zelfs om mijn benen. Wat ik zie, je gelooft me zeker niet en we gaan het hier begraaien. Het is wel raar, maar zeker weten waar. Begin ik nou dan helemaal door te draaien. De DJ draait de potjes. House en rock'n'roll, de mensen konden losgaan. Nu zingen wij dus niet en iedereen doet mee. De stoelen blijven zelfs niet meer stilstaan. Wat ik zie, je gelukt me zeker niet en we gaan het hier begaaien. Het is wel raar, maar zeker weten waar. Begin ik nou dan helemaal door te draaien. Je ziet het wel, deze draait niet goed. Wie had deze nou verwacht? Oh, ik neem nog gauw een laatste slokje, want dit wordt weer een lange nacht. Wat ik zie, je gelukt me zeker niet en we gaan het hier begraaien. Het is wel raar, maar zeker weten waar. Begin ik nou dan helemaal door te draaien. Begin ik nou dan helemaal door te draaien? Begin jij nou helemaal door te draaien? Beginnen wij nou helemaal door te draaien? Hey! Mannen in een reddingsvest, roep toch een vraag op, hè? Wat gaan jullie doen? Nou, wij gaan nog heel wat meemaken. With Friends, is dat ook nog het leg met een Z? Of, Daar staan ze. Wij zijn de Friends. Allemaal? Nee, alleen ik. Hij, ja, hem konden we niet meer kwijt. Ja, die ging gewoon mee. Ja. Roept u maar. Hier zijn Baya Baya with Friends met mijn luchtkussen voertuig. Hallo. Op zaterdagmiddag zie ik de prins al gaan. Dan ga ik er mee mijn luchtkussen voertuig lekker achteraan. Bij Raad en Blaaskapel is het een mooi geheur. Lekker mee z'n allen, vier dagen uit de sleur. Vier dagen goed humeur, Gersel draait weer deur. Mee z'n allen, carnavallen, uit Lommelsterweg. Alle mogen lekker in ons pielen waaien schrijf. O, gaan we dwellen, steeds weer van kroeg naar kroeg. Er staat hier weer in café. Vier dagen goed humeur, Gersel draait weer de. Mee z'n allen, carnavallen, uit Lommelsterweg. Alle mogen lekker in ons bieren waaien schrijf. Vier dagen goed
mee zijn alle carnavalen, uit Lommelsterweg. Allemaal gelijk in ons tierenwaaiers gek. Zondags de optocht, lopen de straten vol. Iedereen is schoon verkleed en barst dan weer van de lol. Dansen en goeie muziek geven een avondkleur. Iedere bier springt uit de maand, de DJ draait die deur. Vier dagen goeie humeur, Kersel draait weer de mezen af. We hebben vanmiddag van een dokter wat pilletjes gehad, dat we niet deurdraaien vanavond. En ja, dus ik denk dat het mee gaat vallen. Dus, maar ik hoop dat Johnny wel het podium op durft, anders hebben we een groot probleem. Als hij niet durft, Bert, wat doen we dan? Ja, ik weet het ook niet, want we hebben echt een heel leuk dansje gestudeerd. Maar ja, het zal misschien heel saai worden dan. Ik weet het niet. Heel saai, maar dat is toch niet de bedoeling? Ja, het dansje leek ons in het begin een beetje te moeilijk, maar we hebben het wel vereenvoudigd. En nu denk ik dat we het allemaal wel kunnen. Hoeveel trainingsuren? Minuten? Ik denk dat je in minuten moet denken, niet in uren. En dan komt hier jullie aankondiging. Tada! Ladies and gentle people, heer de jaar, geef hem een deverend applaus. Ze boekeltjes, wis, wie zet hier de tent on his head? Hey!
And here we build a big party samen met you all. We know for sure Gessel draait weer deur. Now we set the flowers outside, we like the carnival. We really found our turn here in Gessel. And here we build a big party samen met you all. We know for sure Gessel draait weer deur. Hey! We know for sure Gessel draait weer deur. We know for sure Gessel draait weer deur. Hey! Hey! Eerst keer dames erbij, want normaal zijn het altijd alleen heren. Ja, dat is nieuw, maar ze zochten toch meer decor. Ja, ik ben eigenlijk alleen maar decorstuk. Dus meer... Jij bent decorstuk. Ja. Vind het eng? Nee, ik heb wel zin in. En nou moeten jullie alleen ook aangekondigd worden. Dat wouden jullie niet doen, toch? Nee, dat doen we niet. Dames en heren! In een uitverkochte Bogaard treedt vanavond voor u op een groep die het presteerde om in 5 jaar tijd maar liefst 5 liedjes te produceren. Hier zijn de Bridge Pissers, alias de Brugzeikers. Succes, mannen. Beminde gelovigen, ik spreek u voor. Welkom bij ons Happy Hardcore. Ik kan u niet dwingen, maar laat ons u nu de liefde bezingen. Maar na een glas of 10 vind ik je toch wel lekker. Ik ben verliefd, ik ben betoverd, want jij hebt mijn hart veroverd. Als ik jouw stem niet hoor, draait mijn hart vol slagen door. Maar met carnaval ben jij bij mij. Je lach maakt me hartstikke blij. Krijg ik van jou een kus, dan klopt mijn hart weer als een bus. Ga je mee naar huis vannacht? Wordt het alles, wordt het niet? Spring maar achter op mijn fiets. Je dikke tol die raakt mijn fiets. We zingen dan in koor. Zaak, 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 zaak maar lekker door. Ik ben verliefd, ik ben betoverd, want jij hebt mijn hart veroverd. Als ik jouw stem niet hoor, draait mijn hart vol slagen door. Maar met carnaval ben jij bij mij. Je lach maakt me hartstikke blij. Krijg ik van jou een kus,
dan klopt mijn hart weer als een bus. Ik ben verliefd, ik ben betoverd, want jij hebt mijn hart veroverd. Als ik jouw stem niet hoor, draait mijn hart vol slagen door. Maar met carnaval ben jij bij mij, je lach maakt me hartstikke blij. Krijg ik van jou een kus, dan klopt mijn hart weer als een kus. Krijg ik van jou een kus, dan klopt mijn hart weer als een kus. Vanavond optreden. Ja. Vertel eens, hoe gaat het? Nou, wij gaan samen zingen en we zien wel wat eruit komt. Dus jullie zijn samen de liedzangers? Ja, daar gaan wij samen een keer oplossen. Nou, we zijn heel benieuwd. Willen jullie wij gaan kondigen of zal ik het doen? Jij mag het ook wel doen. Jij weet de tekst ook. Dan kunnen wij ons eigenlijk even voorbereiden. Dat is goed. Bereiden jullie weg maar voor. Dames en heren, carnavalsvereniging De Dorpsvlegels. Mee. Wie wil er mee ons hossen? Oké, dan komt ie. Maar je mag allemaal meedoen, hè? Wat als de zon weer ondergaat en de cafés weer open gaan? Duurt het maar even dan, voor de glazen weer op tafel staan. De mensen zijn alweer present, hun lach is alles wat ik tel. Oh ja, we hebben lol, doe onze glazen nog eens lekker vol. Kom je konden met ons hossen, jouw geest ontruikt weer deur. Met z'n allen lekker zon doen en de zon zullen pompen. Lekker hossen met z'n allen in een hele lange rij. Ja, we gaan weer alles geven, want we zijn er niks vrij. Gessel is toch altijd feest, we genieten dan het meest. Als we weer samen gaan, hebben we pret en gaan er tegenaan. De pilsjes worden veel gedaan, want we hebben weer gelachen. Kom op, we gaan er weer. Ja, je Gessel draait weer lekker deur. Kom, wie komt er met ons hossen? Ja, je Gessel draait weer deur. Met z'n allen lekker zon doen en de zon erop van beur. Lekker hossen met z'n allen in een hele lange rij. Ja, we gaan weer alles geven, want we zijn de wikkerij. Naar jullie clubje gegaan toch, hè? 44 jaar bestaan. Hebben daar ook iets speciaals mee of weg? Vertel eens. Nou ja, op zich hebben wij natuurlijk wel
een feestweekend voor de boeg in april. 27 en 28 april hebben we een heel leuk feestweekend. En verder in het liedje komt er wel wat terug. Maar ja, dat zien jullie dadelijk wel, hè? Dat zien we dadelijk. Nou, we zijn natuurlijk hartstikke benieuwd. Hier achter ons wordt flinke feest. Weer gezelligheid. Ik wil nog heel even zeggen, want nou gaan we naar deze kant, Leon. Want hier staan ze al klaar om ze aan te kondigen. Dat iedereen heel goed ervoor moet gaan zitten. Want er komt eigenlijk na ons nog een uniek filmpje. Maar goed, jullie weten wie je aan moet kondigen? Ja. Zeg het maar. Ja, zijn de Dodaaiers met Gersel draait deur. Hallo mooi Gestel. Dit is een speciale aflevering van De Wereld Draait Door. Met Hans de Brouwer, Sjaan Reijnen, Prins Joep, Prins Sjaak en mijn tafelheer vandaag is Prins Erik de Eerste. Dit is Gessel draait door. We onderbreken deze uitzending voor een extra politiebericht. De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. Zojuist is bekend geworden dat 8 poppen van het carnavalfestival in de Efteling zijn ontsnapt. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat ze al een tijdje waren doorgedraaid. Volgens een meisje met een rode muts die haar boze wolf aan het uitlaten was, hebben de 8 poppen het gemunt op een carnavalfestival elders in Brabant. Een oud vrouwtje met een kromme neus, die verder anoniem wil blijven, anders verandert ze ons allemaal in kikkers, heeft de poppen horen zeggen dat er een clubje zou zijn die al 44 jaar lang erg veel leut hebben met carnaval. Het gaat om poppen van verschillende nationaliteiten. Hun leider is de Duitse pop. Hij is te herkennen aan een fiets. Poppen zijn voor het laatst gezien door de heer Langnek. Hij zag ze in de richting van Tilburg gaan. De politie roept u op om goed op te letten voor deze deurgedraaide poppen. Anders loopt u ook het gevaar aangestoken te worden door het carnavalsvirus. Heeft u informatie? Bel 4444. Einde politiebericht. Want Gessel
verbinding. Ja, wij blijven draaien, op pieren zwaaien. Vierakkel waaien we, want Kessel draait weer de. Wij blijven draaien, op pieren zwaaien. En nu blijven we elkaar, al vieren verbinding. Want Kessel draait weer deur. Vier lakken waaien voor. Want Kessel draait deur. Hey! Dankjewel, Moristel. Dankjewel. Het heeft crème gekost, maar wij zijn er heel gelukkig mee. 44 jaar wordt extra opgewillen. Nooit met deze gigantisch mooie dubbel. Wij zijn er ontzettend blij mee. Moe Gessel, dankjewel. Gessel draait deur!